En je vertelde net dat je tevreden was over de eerste helft tegen Excelsior. Ja. Over de tweede helft wat minder tevreden. Waar stoorde je het meest aan? Ja, over de tweede helft gewoon ontevreden. We stoorden me aan het feit dat we niet meer de dingen hebben gedaan die we in de eerste helft deden. Dus vol druk op de tegenstander zetten. Zelf voetballen, zelf aanvallen. Dat hebben we de tweede helft veel te weinig gedaan. Weinig initiatief. En dan roep je een beetje de dingen over jezelf af. Waar ligt dat aan, denk je? Ja, dat hebben we het wel over gehad. En het was toch een beetje onbewust dat we iets te ver terugliepen. En dat we wat minder kort erop zaten. Het had ook een beetje een kleine tactische ding te maken. Dat zij met de middenvelders iets verder naar buiten gingen. Maar dat was eigenlijk niet de grootste oorzaak. Het lag meer bij ons. Een zonde. Je zag ook dat Sol dan op een eiland kwam te staan in de tweede helft. Hoe wil je dat dan voorkomen? Nou, door je gewoon linies te houden. We spelen vanuit de zone. En dus als je gewoon linies houdt en in jouw gebied gewoon de mensen oppakt die daar komen. Dan moet het geen probleem zijn. Maar als je te veel terug gaat lopen of uit je positie gaat lopen, dan moet de rest terug. En dat gebeurde vaak. En als je terug moet en je houdt je spits alleen voor, ja, dan wordt het ook lastig voetballen. Morgen Ajax uit. Ben je nou blij met zo'n loting? Of? Nee, daar ben je niet blij mee. Nee, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Want uit tegen een topclub is gewoon een slechte loting. Je wil zo ver mogelijk komen in het bekertoernooi. Dus het liefst had ik de slechtste ploeg getroffen die erin zat. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus we hebben Ajax geloot en dan moeten we daar naartoe. En dat gaan we ook gewoon doen. En we hebben gelukkig een maand geleden gezien dat we daarvoor kunnen winnen. Dus het kunststukje, huzarenstukje, dat moeten we nu maar weer proberen te herhalen. Wil je dat herhalen op dezelfde manier of heb je daar nu een andere manier voor? Nou, we hebben toen op onze eigen manier geprobeerd te spelen. En dat zullen we morgen weer doen. Alleen de ploeg zal misschien iets anders zijn. Gedwongen of misschien ook wel niet gedwongen. En dat geldt eigenlijk ook wel voor Ajax. Ook bij Ajax is de laatste maand nog best wel wat gebeurd. Dus ik denk niet dat het dezelfde wedstrijd gaat worden. Dat verwacht ik niet. Alleen wij moeten wel, en dat is ongeacht of dat nou Ajax is of waar dan ook. Wij moeten gewoon lef tonen om te gaan voetballen. En we moeten heel goed verdedigen met elkaar. Maar we moeten vooral ook echt voetballen. Want er liggen altijd ruimtes in Amsterdam. Je hebt met Groningen de beker gewonnen. Heb je een bepaalde strategie voor bekerwedstrijden om dat voor elkaar te krijgen? Nou, wat ik belangrijk vind in de beker is dat je het heel erg serieus benadert. Er zijn nog wel wat clubs die af en toe wat spelers sparen of andere keeper erin zetten of dat soort trucs. Dat begrijp ik nooit zo goed, want uiteindelijk is voor de meeste clubs de beker de enige prijs die ze echt tastbare prijs die ze kunnen pakken. En volgens mij moet je daar ook altijd vol voor gaan.